Wij hopen dan ook met de betrokken partijen door afspraken te komen om tot een seniorvriendelijke bouwvorm te komen bij nieuwbouw en renovaties. Om helderheid te krijgen hoe en waarom, hopen we deze middag samen met de aanwezige partijen inspiratie en ideeën te krijgen. Nou, levensloopbestendig bouwen is zo bouwen dat je de flexibiliteit hebt om woningen aan te passen aan de behoeften die bewoners hebben gedurende hun leven. En dat wil zeggen dat van jong tot oud in dezelfde woning moet kunnen wonen. Dan moet je dus slimme maatregelen nemen om dat mogelijk te maken. Levensloopbestendig wonen betekent voor mij niet dat je alleen maar woningen maakt met slapen en baden op de begane grond. Je kunt ook best een slimme oplossing bedenken waarbij in de toekomst een huislift mogelijk is. Of waarbij andere voorzieningen al in de basis aanwezig zijn, waardoor je ze later eenvoudig kunt aanbrengen. Nu valt het me op dat hier hoofdzakelijk ouderen zijn. Was het niet handiger om met jongeren te beginnen? Want dat zijn vaak de mensen die huizen kopen. Ja, dat klopt. Maar we zitten hier niet alleen voor huizenkopers, maar ook voor huurders. Dus ook de corporaties zijn hier aanwezig. En ja, het is uiteraard georganiseerd door de seniorenraad in Almelo. En dan heb ik weinig in te brengen over wie er komt. U bent ook de bouwer van Indië Complex. En hoe gaat het daarmee? Prima. Wij verkopen daar behoorlijk wat woningen. Recent zijn ook de appartementen in verkoop gegaan. En we hebben de goede verwachtingen van dat ook dat prima gaat lopen. Het begint echt een levendige buurt te worden waar mensen graag zijn, heb ik het idee. En hoe lang kunnen ze de organisaties nog gebruik maken van die grote zaal? Nou ja, zolang die mogelijkheid er nog is, geven wij daar uiteraard graag ook de mogelijkheid toe. Maar ja, geleidelijk aan zal het steeds verder gaan met de nieuwbouwplannen op Indië. Maar we zijn nog wel een aantal jaren bezig.